dat jullie kijken naar een goed nieuw vlog. Mijn naam is Milana. En we zien iemand nog wat zeggen. Oh, oké. Okay. En wat gaan we doen? Gaan hoe gaan we dat doen dan? Gaan we gewoon op zijn bed springen? Ja. Oké, doe maar. Ik wilde later ook 5. Dan blijf ik hier voor altijd. Ook wel in. Hebben jullie lekker geslapen? Ja. Ja? Ik was als eerste wakker. Was je als eerste wakker? Ja. Zo. En jij? Zij maakte Miron wakker. Ja. Ben je net wakker? Nee. En jij bent ook lekker geslapen? Ginny was 10 minuten later wakker ongeveer dan Milana. Oh, ja. Oh, dat was snel achter elkaar. Kom, ja, ik heb lekker wel... weer zeg. Ja, en we hadden ook een idee wat we gingen doen. Ja. Gaan jullie altijd eten? Daar willen wij heen. Echt waar? Ja. Hoe weet jij waar we altijd eten? Mag Miron het even gezegd? Nee, dat hebben we toch in de vlog gezien. En we gaan naar het park, toch? Ja. Hebben jullie vanochtend de vlog gekeken? Ja, jouw vlog. Ja? Nice. Heb je gedroomd over onze Victory Royale? Maar hij zei wel, we gaan vandaag nog veel meer Victory Royale halen. Ja, we gaan straks nog even gamen. Nou, is goed. En voor jou nog een kroonvink of niet? Hier zal ik... Ja, heel lelijk. Vind jouw pet ook lelijk? Dat is mijn pet. Hey. Oh. Nee, ik vind hem mooi. Ik vind hem heel mooi. Vooral met de Pokémon erop. Dan zal ik jullie laten zien hoe ik altijd opsta. Wow, klaar voor de dag. Oké. Okay. Let's go. Goed bij je hoofd. En zo. Kijk. Voor panda. Kom voor panda. Ik was heel bang dat het bed zou kraken. Ja. Nou, omkleden en dan gaan we lekker naar buiten, want het is mooi weer. Ja, laten we dat doen. En doe je? Ik wil je nooit meer zien. Oké, we waren op de camera. Hé, hey, dat tasje die daarboven hangt, die past ook perfect bij jouw outfit eigenlijk, hè? Ik zal hem even voor je pakken. Kijk, Milana. Welkom! Je wilt toch niet meer binnenkomen, doei. Jo, kijk dat tasje. Ja. Kijk dat tasje, Milana. Oh, zijn hoofd tegen de... Kijk hoe leuk deze mij staat. En heel lelijk. Ik zie je tietjes aan. Maar ik heb de camera weer gevonden. Oh, we kunnen nu niet meer naar buiten. Ram. We kunnen nu niet meer naar buiten. Hij lelijker. Jij bent sterker, Virginio. Probeer jij het eens. Oh, hij heeft ons buiten gesloten. Of binnen, eigenlijk binnen gesloten. Die is een onderbroek. Mag die open? Wat is het wachtwoord? 1, 4, 4. 5. Het zijn meerdere getallen. Nee, het is een woord. Het is een woord, denk ik. Is dat een woord? Nee. Pikachu! Charmander! En zo is lief! Scheetje! Hij liet echt een scheetje. Ja, dus. Misschien moet jij ook een scheet laten, Milana, dat hij dan open gaat. Lamborghini! Knoppower! Nu gaan wij hem opsluiten. Vraag dan, wat is het wachtwoord? Wat is het wachtwoord?
Wij weten het. Wat is het? Milan. Ja! Wij mogen nog niet werken. Oké, okay, we gaan omkleden en naar het dorp. Doei! Laat je kantje, doei! De knolpowerbal versus de stoeprand. Ja, kon je perfect. Ik vond het vroeger altijd zo leuk om met een bal tegen de stoeprand te schieten. En dan gaat hij echt keihard op. Dat is niet de bedoeling. Oh, nice. Hier, boom, die is hoog. Nou, we gaan eventjes voetballend het dorp in. En dan gaan we in het dorp gaan we even lekker ontbijten. Maar ja, met kinderen word je vroeg wakker. Dus goedemorgen, ouders leren. Zo, laat de dag maar beginnen. Deze stoeprand is echt perfect. Ja, zo hoort hij, hè? Hoi. Oh, hij ving hem bijna. Bijna. Hij ving hem, hij vangt hem bijna. Wat? Huh? Wat zeg jij nou? Hij ving. Zo werkt de Nederlandse spelling niet. Zo werkt de Nederlandse spelling niet. Ja, die bril, gast. Gast. Gast, die bril. Die bril van mij. Kijk uit, haar pet ook. Het zat net zo haar mooie... Oh, de pet is afgewaaid. Ik ben duizend. Ik ben ook helemaal draaierig. Oh, je had hem net zo mooi opgedaan, die pet. En de bril, alles klopte. En die staart er doorheen. Oh, dat doe je goed. Perfect. Zo mooi. Oh, ook even op het stoeprandje proberen. Zo, mooie paas, gek. Hier, kom maar aanlopen rennen en schiet mij heel hard. Dan ga ik weer verder. Boom. Zo. Mooie bal, jongen. Gooi maar naar Virginio. Oh, je gooit naar mij. Komt-ie. Hey, let's go. Oh, mooi. Heel mooi. Komt-ie, ja? Twee. Oh, bijna. Oei, oh, check deze dikke crossen. Mam, mam. Mam, mam, mam. Wow. Hij zag jou filmen. En hij dacht, ik ga Willy doen. Oei, joh. Hele zieke motor. Ja. Zo. Ja, dat ruikt ook heel lekker. Ja, oké, okay. Ik ben dus niet de enige die dat lekker vindt ruiken. Dat geluid, zo, met dit mooie weer, op de motor, even een dikke wheelie. Dat zag wel heel dik uit, hoor. Gooien en vangen. Oh, dat gaat net zo goed als de... Dat gaat net zo goed als de pannenkoek van gisteren. In de lucht. En nog een keer. Oh, lekker hoor. Ziet er goed uit. Zo. Kijk, een koekje. Ja, lekker koekje erbij. Die is ook heel goed. Dankjewel. Dankjewel. Hey, zie je dit? Wil je een spekje? Oh, dat is lief, jongen. Dankjewel. Wil jij van mij? Zo. Nee, dat dankjewel. Lekker. Ik heb een spekje in mijn koffie gedaan. Oh, joh, gek hier. Jij hebt ook koekje. Ja, wil je mijn koekje ook hebben? Alsjeblieft. Twee koekjes. Oh. Nee, en suiker mag je ook hebben. Welke is dit? Kiwi. En die? Bovenzaad. Pikachu. Met... Magical. Zijduk. Goed zo. Jigglypuff. Mew. Squirtle. Wow. Hij kent ze allemaal. Ik heb nog wel wat pakjes Pokémon-kaarten thuis liggen. Dus als je wil... We kunnen straks nog wat openmaken. Ja. Wil je dat doen? Mag ik dat ook dan? Nee, want het is Virginio's dag. Geef me een box. Okay. Jij mag bloemetjes gaan plukken met Myron. Dat vind je toch veel leuker? Wil je niks meer van me horen? Nee. Hoe kan je dit horen als je je vingers in je oren hebt? Omdat mijn oor pijn. Ja, lekker hoor. Je bent zo'n dief. Ik hoor jullie gewoon lachen hoor. Je bent zo'n diefaatje, dat is niet normaal. Ik hoor jullie. Zie je nou wat je krijgt? Je wou mij
Je wou je hand voor de camera doen en dan ga je met je kleren in de slagroom. Nee, niks. Ik heb het al weggehaald. Ja, ze doen nog steeds hoor. Ja, wel slaan. Wat is dit voor Pokémon? Weet je dat ook? Die hierop staat. Mew. Oh, dat weet je ook. Nee, Mew. Ja, Mew. Heel goed. Wist jij dat wel? Nee. Nou, het is Mew dus. Zo, dat is een goede halve slagroom zeg. Kijk. Zo. Oh nee hoor, ik hoef geen suiker in. Zo. Zo, je hebt een heel hap eruit. Ze hebben hier een kidsmenu, dus het komt echt perfect uit. Dus we hebben nog geen eten besteld, toch? Maar jullie weten wel wat je wilt, toch? Wat wil jij? Een croissantje. Ja. En wat wil jij, Milana? Kijk, ik heb een zwembad. Ja. Jij wou de croissantjes, doe maar gewoon die small bergjes. Wil je tosti? Ja, met oh, ja. Kaas en tosti en ham. Kan dat? Ja, dat is tosti met kaas en ham. Dat noem je hamkaas. Dat noem je hamkaas, ja. A few moments later. Oh, hamkaas tosti. Mag ik deze dan hebben? Nee. Dan mag ik hem op. Dan hou ik deze. Op mijn? Kont. Nee, toch? Mogen wij wel allemaal een tattoo voor jou straks? Want dat is wel gaaf. Ben je een tattoo artist vandaag? Ja. Ja, hè? Wat kijk, Virginio. Dit is Shem. Dit is Shem, ja. Heel goed. En kijk wat Marion voor kunstwerk heeft. Jeetje. Dan doe het zo lang. Ja, ja. Kijk hoe ze het hebben opgemaakt. Fantastisch. Wil je deze hebben? Nou, eet smakelijk. Oh, kijk eens even. Nice. Wat heb je daar? Wow, oh, dit is geniaal. Ja. Dit is echt geniaal. Het zit er eigenlijk in. Je hebt een basket, kijk dan. Oh, dit is wel echt lach hoor. Vind je het ook leuk, Milana? Ja. Kom, gaan we lekker eten. Ik heb een scone. Kijk, dit is dus een scone, Virginio. Zie je, is gewoon een broodje gebakken. En die doe je dan ook in de jam en in een soort andere cottage cream. Dat is een scone. We doen steen, papier, schaar. En als ik win, moet jij betalen. En als jij wint, moet ik betalen. Voor het eten, oké? Okay? Komt-ie, ja? Oh, daar gaat de bril voor af, hoor. Oké, okay. Steen, papier, schaar. Ik win. Dan moet jij betalen. Ja, jij papier. Ik denk dat ik moet betalen. Ja. Ik heb geen geld mee. Heb ik geen geld mee? Hey. Ja, wat doe je? Daar heb ik geen geld in zitten. Ik betaal met mijn telefoon. Ik vertel je wel hoe het moet. Kom maar. Kijk, dan kan je hem ophouden. Kijk, nu heeft hij betaald. Nou, dan heb je alsnog betaald. Dankjewel. Oké, okay, nou, we gaan naar de speelgoedwinkel. Want Virginio had gezien dat ik daar ook heen ging met Milana en Luciano. Dan mag Virginio ook wel even naar de speelgoedwinkel. Nou, daar sta ik dan hoor. Staat er weer mooi bij, maatje? Goedemorgen, heb je lekker geslapen weer vannacht in de winkel? Slaapt er met z'n ogen open, hè? Ja, altijd. Nou, we hebben weer mooie spulletjes hier. Wat is dit? Dit kan je aansluiten op de tuinslang. En dan gaat hij zo... Gaat hij helemaal omhoog sprayen. Kijk, hier hebben we wat van die mooie ballonnetjes die ik altijd gebruikt heb in de vlog. Een waterpompballon. En deze is echt geniaal. Probeer jij maar eens al die ringetjes op zo'n ding te krijgen. Dat is echt moeilijk. Dit zijn van die soort spelcomputers, maar dan met water. En dan moet je proberen om die ringen op die staaf te krijgen. En ik kan je vertellen, het is moeilijker dan je denkt. Ik heb er al twee. Dus zo lachen. Kijk, ze kunnen er ook afvliegen. Als je het te vaak doet zo. Ze kunnen ook afvliegen. Oh, hier is het er ook één. Dus check even, dames en heren. Er liggen weer wat mooie nieuwe spulletjes van KP in de winkel. Bij de okay. Top 1 Toys. Oeh, zullen we deze meenemen sowieso? Die glowende darkballen? Ja, deze ook. Wil je die ook mee? Ja, ik heb deze, er al één. Ik wil daar ook één. Ja, wil je er ook één? Dat is prima. Gaan we dat meenemen? Maar kijk. Dan hebben we hier nog meer de step. Oh ja, wow, je hebt er al 5 daarop. Nice hoor. Nou, wil jij ook nog wat hebben, schat? Wow. Maar die ballen nemen we weer mee, hè? Ja. Die blijven gewoon echt... Ik heb er 6. Je hebt er 6? Zo, je hebt er 6. Nou, top. Nemen we allebei zo'n controller mee en dan nemen we deze ballen mee. 7. Dan tevreden? 8. Ja? Oké, let's go. We kunnen ook deze meenemen, want het is wel mooi weer. Waterballonnen vanmiddag. Ja, dat is wel waar, ja. De zon schijnt. Ja, het
wordt warm, tot 18 graden. Nou, nemen we die ook mee, toch? Oh, die tag is echt vet, zo de aan. Ja, die knolpower tag. Ja, echt cool. Ja, dat is mooi gedaan. Zo! Wie niet weg is, is gezien. Inderdaad, je hebt er heel veel op zitten daar rechts. Wow, wat goed! Wow, dat heb je echt goed gedaan. Ja, dat is echt nice. Virginio die vraagt zich af. Wat vraag je af? Wat dat bord betekent. Wat betekent dat bord met de kikker erop? Er mogen hier geen kikkers komen. Ja, met kikkers kunnen toch geen bord lezen? Wat betekent het? Wat? Oh, wacht, laat me raden. Er zijn hier kikkers die eventueel giftig zijn. Die mag je niet aanraken. Nee. Oh. Die hebben we ook niet in Nederland, volgens mij. Oh. Jawel. Nee, wow, je hebt ook dit met herten erop. Oh mijn god, dit betekent pas op, kikkers steken over. Ja. Echt? Overstekende padden hier zo. Huh? Ja. Dat meen je serieus? Gewoon een bord hier met overstekende padden. Van hier is... Ja. Maar waarom zouden ze precies hier oversteken? Gaan kikkers oversteken? Ja, weet niet. Misschien omdat ze allemaal kikkerdril hebben in dat water daar. Zou kunnen, in het park. En dat ze dan iets halen of zo. Ja, dat ze even naar de snackbar gaan. Even frikandel halen of zo. Zou kunnen, toch? Nou, goed uitkijken, hè, waar je loopt dan nu. Ja, doe maar erin. Zo, we hebben een grote tas met speelgoed mee. Zo, de jas zit erin, de petjes zitten erin. Oké, we zijn weer thuis. Wat gaan we als eerste doen, Virginio? Pokémonkaarten. Oké, laten we naar de studio gaan. Nou, gaan jullie tatoeage laten zetten? Ja, ik wil graag een tattoo van Milana. Ja? Als jij straks een tattoo gaat zetten, wil je dan ook in de studio komen met die appel? Die appeltatoeage? Ja, maar ik moet ook wat water. Druk eens al heel even op mijn neus. Ja, ga druk eens op mijn neus. Nee. Doe ik het, ja? Nee, je gaat het een scheet laten. Ja, dat wist ik al. Oké, veel plezier met de tatoeages. Ja, Milana is te slim. Oké, we gaan naar de studio toe. A few moments later. Daar? Oké. Oh, je hebt hem ook al geplakt, oké. Kijk. Oh, je hebt er zelf ook al een. En die hond ook. Leuk hoor, mooi. En dan wat ga je nu doen? Nat maken. Nat maken, oké. Lekker veel. Ja, ik zie je, de hele bureau wordt nat. Dat is wel goed, denk ik, want mijn hele broek wordt nat. Nee. Nee, nog niet? Nee. Nog even duwen. Niet nog even duwen. Meer water, maar gewoon even duwen. Een beetje een klein beetje deppen dan. Beetje deppen. Wow, die is mooi geworden. Appeltje. Dan heb ik een appeltje. Appeltje. Nou, dankjewel. Appeltje. Hier, kom maar met het doekje. Dan kan ik dit even droog maken. Hij is nat voor. Ja, hij is nat, maar dan is het in ieder geval minder nat. Kijk, zie je? En op mijn broek. Dankjewel. Oh, dat is lief. Dankjewel. Nou, en zouden jullie ons nu niet meer willen storen? Want de jongens gaan even Pokémon-kaarten opnemen. Gaan we lekker met Myron spelen. Nu is het alleen maar met de boys, hè? Ja. Oké, top. Pak jij de box erbij? Ja. Pak maar één hele doos. Dames en heren, wij gaan gewoon een hele doos openmaken. Oeh, yeah. Kijk eens even. Een Pokémon box, de Evolving Skies, dames en heren. Dit is een van de 5 series die ik verkoop ook op mijn eigen pagina. Dus mocht je nog Pokémon kaarten willen kopen, check even de link in de beschrijving. Deze gaan wij nu met z'n tweetjes openmaken. Ja. En dan ben ik heel erg benieuwd of er kaarten in zitten die jij nog niet hebt. Dat hoop ik, want alle kaarten die hierin uitkomen, die zijn voor jou. Ja? Ja. Daar gaan we. Wil je deze video nou zien? Ik zou zeggen, klik even het linkje op de beschrijving. Want wij gaan het nu opnemen hier. Kijk, we hebben de camera aanstaan. Hallo. Hallo. Dus we gaan het nu opnemen voor Enzo Knol 2, mijn gamekanaal. Eindelijk weer een videootje online. Jawel. Dus check even het linkje in de beschrijving en check daar de video. 1 hour later. Jeetje, Mina. Die ziet er wel echt moeilijk uit, hè? 500 stukjes. Jeetje. Mina en ik gaan best goed al, hoor. Oh my god. 500 stukjes. Wow, nice. Granbull. Of die kleine? Schattig, ja, hoor. Ja. Heel leuk. Dus die al Psyduck. Oh, Psyduck heb je er ook nog bij, inderdaad. Okay, maar ik dacht dat jij Pikachu maar ging maken dan. Ja, is goed. Zullen wij die maken, Pikachu? Ja. Oké, gaan wij Pikachu doen. Nice, hoor. Ziet echt tof uit. Er wordt een grote puzzel. Ja. Dat had ik niet verwacht in zo'n klein doosje. Wauw. Schat, hoeveel moeten we nog? Nog 3 stukjes. Nog 3 stukjes, dames en heren.
deze. En even kijken, deze hoort... Jeetje, ben ik nou zo scheef? Moet ik eens doen? Ja, doe jij nu nog maar eventjes eentje, nee, jongen. Ik wil. Ik wil Milana, jongen. Nee, jij... ik weet wat ik moet. Jij mag de laatste doen, Virginio. Moet ik het even doen? De hele tijd niet geholpen. Yay! Hij is klaar! Hé, hey, hij is compleet. Heel nice. Pak even de schaar. Kijk eens even. Je kan hem blij maken. Super mooi, hoor. Waar ligt de schaar? Hij is echt perfect. Kijk dan. Dat is echt perfect gelukt. Ja, hij is maar ik had niet verwacht dat hij zo moeilijk zou zijn, hè? Hij is echt moeilijk. Jeetje, Mina. Hoe lang heb je over gedaan? Wat, anderhalf uur? Ik denk het ook wel, ja. Jeetje, Mina. Dat is sowieso een uur. Zo, maar hij is wel heel erg vet. Ja. Hij is echt super gaaf. En dan hebben we dus lijm erbij gekregen. En dan kunnen we dus gewoon eroverheen strijken. Dit. Met zo'n vegertje, kijk. Ja, maar moet het... Hi, ja? Dus dan kunnen we dat zo eroverheen vegen. En ja, dan blijft het gewoon plakken. Ja. Dat is echt geniaal. Gaan we dat hier doen? Ja, dat gaan we nu proberen. Kom maar, Milana, ik doe het. Nee, met zo'n grote schaar, joh, gekkie. Ja. Wil ik het erop doen en jij vegen? Ja, is goed. Of ik vegen? Even kijken hoe dat eruit ziet. Oh, ja. Oh, dan moet het goed komen dan. Dan blijft het goed plakken. Hoe? Dan blijft het goed plakken. Precies. Dan gaan we dat even doen. Dat is wel geniaal. Dat heb ik nog nooit gezien met een puzzel. Nee, dan kan je hem gewoon straks zo meenemen. Ja, mogen jullie meenemen naar huis. Oké, we worden aangebeld. Of, we worden aangebeld. Ik bedoel, we worden aangevallen. We worden aangevallen. Pak snel. Hier, pak deze grote. Pak jij ook eentje? Pak we allemaal eentje. Oh, jij pakt er twee? Oké. Okay. Doe ook mee? Ik pak er ook één. Lukt het? Marion die was alvast wat dingen aan het opruimen. Maar we zijn waterballonnen aan het maken. Althans, hebben we gemaakt. En er wordt nu aangebeld. We gaan op ze gooien. Oké. Heel stil, hè. Doe maar. Stilst. Nee. Oh, jullie zijn nog niet nat, hè? Jullie zijn nog niet nat. Tegen de muur. Komt het, Gio? Nee. Ik heb niks meer. Oh. Oh, nee. Hey, die leeft gewoon nog. Hey. Oei, dat spet echt veel heen en weer. Oh, kijk dan, ik ben alsnog helemaal nat. Ja, ja. Joh, wat een gek jij. Oh, ze komen hier straks. Gooi hier maar. Kom, ga hier op de hoek staan. Kom, hier op de hoek staan. Oké, sst. Als ze komen, vol gooien. Ik zeg... Sst, ik zeg wanneer ze komen. Sst. Ja. Nee. Nou, lekkere bende, kom verder. Gaat ie goed daar? Oei, al Virginio is helemaal nat. Wat is je high score? 899. Ja, dat is ook de max. Oh, is dat de max? Ja. Oh, dan heb je het maximale al gehaald. Ja. Ik denk dat Gio al iets van 33 keer dit heeft gedaan. Vaak hoor. Nou, je vindt het leuk, of niet? Maar ik heb inmiddels Nou, weet je wat? Neem hem anders mee naar huis. Je mag hem hebben. Okay. Ja? Ook een cadeautje voor jou. Oh, kijk hem blij zijn in één keer, hoor. Kijk hem blij zijn. Ja. Let's go. Nou, ondertussen is Milana zwanger. Oh, die was het maar. Oh. 896. Oh. Kijk Milana nou loopt met die koffers. Ga je er weer vandoor? Ja, dan probeer ik die bal stiekem weer te nemen. Hey, heb jij die bal in je buik nog? Ja.
Oh, daarom loop jij zo snel weg. Kom eens hier, jij? Kom eens hier! Hé? Hey? Je kan nergens heen, hè, nu? Kieteldood, kieteldood. Daar kan je ook nergens heen. Kom hier met die bal. Kom hier met die bal. Ik wil hem kapot maken. Kom, zondje. Nee! Hé, hey, kijk wat voor schattig waterballonnetje hier ligt. Die is lief. Dat is echt zo'n waterballonnetje die niet kapot gaat, weet je wel. Hoe kleiner ze zijn, hoe minder makkelijk ze kapot gaan. Als je die zo gooit, zie je, gebeurt niks mee. Maar goed, ik heb hier één grote waterballon. En die bewaar ik nog eventjes om te gooien straks. Op wie wil jij hem gooien, die waterballon? De auto. Oh, op de auto. Nee, hier ligt ook helemaal water. Ja, hier ligt allemaal water van net. Oei, joh. Ik schrok gewoon. Vanaf hier op je moeder? Ja, ik heb zo'n kleintje die ik wel kan gooien. Oh, ik gooi hem in de boom. Oh, je laat je mentels vallen die ik had gegeven. Hier. Zo, ik had hem net aan hem gegeven. Hij heeft hem bijna voor de helft leeg. Ik denk dat als ik hem op de auto gooi, dat alles zo splash is. Ja, waarschijnlijk wel. Dan worden zij ook nog. Is dat heel... Ah, oh, dat is echt kut. Oh. Hij heeft er nog één. Oh, alles eronder. Wauw, je gooit er gewoon in de smurrie. Leuk idee, waterballonnen. Het is schoon hoor. Nou goed. Hier. Ja, bak vol. Mentels nog erin. Oh, oh okay. Joh. Hoe kom je aan al die waterballonnen? Heb je er nog één? Nee. Oei joh, laat daar als een zak zitten. Nou goed, ze gaan er vandoor. Het was in ieder geval hartstikke leuk. Althans, dan moeten we nog even vragen. Vond je het leuk, Virginio? Ja. Box? Tot de volgende keer. Ik moet de televisie. Pokémon Power, hè? Milana, vond je het leuk? Doei. Ja? Waarom krijg je dan geen knuffel? Ja. Dat snap ik niet helemaal. Ja, maar die gaat overal slapen. Dat snap ik niet helemaal. Waarom krijg je geen knuffel? Oh, kijk, dat dacht ik. Uit het raam. Ja, knuffel. En de marionet nog? Ik ook, ja. Nu doen we je zo erin. Hé, hey, dat lang gaat zo af hoor. Zo, doe je. Marion die heeft een superleuke foto van Milana die zo... Ja, die had ze gestuurd met de been in de nek. Ja, kan dat gewoon hè, been in je nek. Ja, laat eens zien dan. Deur open, want ik ga wat doen. Ja, ja. Wat zeggen jullie dan tegen Enzo? Ga maar rijden. Ga maar rijden, Samantha. Ga maar rijden. Kieteldood. Kieteldood. Doei. Hey, geen probleem. Later. High five. High five. 100.000 piepjes in die auto. Wat doe je? Geef gewoon een high five. Nou, high five. Ja. High five. High five. Doei. Doei. Ciao. Peace. Dankjewel. Fijne vakantie. Ja, dat was lachen. Dat was leuk. Dat was leuk met Virginio en Milana. En leuk dat Gio nog even meekwam. En heel erg mooi om te zien dat Gio zo blij was met zijn vingerding die ik ooit heb gekocht bij het speelgoedwinkel. Want Gio mogen we niet vergeten natuurlijk. Die hoort er ook gewoon bij. Maar Gio is al wat ouder. Hij is al wat cooler. Maar ik ben blij dat ik hem blij heb kunnen maken met dit kleine cadeautje. Nou, even een beetje de plastic dingetjes opruimen hier zo. En dan gaan we binnen maar eens even een kleine schoonmaak houden, denk ik. Ja, daar waren we net al een beetje mee begonnen. Het is altijd zo mooi dat als de kids zijn geweest, dat het dan... Oh, mijn vinger! Ik kan niet door, sorry. Dan, ja, iets dicht nog. Dan is het zo mooi om te zien altijd dat we daarna gewoon alles even lekker gaan opruimen. Ja. We hebben de boel eventjes netjes gemaakt hier in de woning. En het enige wat ze vergeten zijn, dat is wel jammer, dat is de puzzel. Die mochten ze van ons hebben namelijk. Maar goed, wat wel heel erg nice is, dus die lijmlaag. Moet je kijken. Wow, dit is zo nice. Check dan, Marvin. Hoe ziek is dit? Mm-hmm. Kijk. Ik ga hem zo meenemen. Hier gaat wel eentje een beetje los.
Maar dat is echt sick. Dat kan je gewoon op deze manier meenemen. What? Ja, dus we kunnen ook gewoon nu tot de tijd even op de piano zetten. Ja, maar ik denk als je hem rechtop zet, dat hij dan misschien wel in elkaar zakt. Oh. Misschien nog eventjes in de zon wel laten liggen. Maar wel vet, inderdaad. Ja, het is wel echt super vet dat bestaat zo, die laag eroverheen. Eigenlijk wel ideaal van toestels. Ja, dan kan je het niet nog een keer maken. Maar heel vaak als je één keer een toestel gemaakt hebt, dan ben je klaar. Ja, dan heb je het wel gehad eigenlijk. Ja. Nou goed, dan gaan we nog even vandoor. Is het mooi weer? Ja. Waarom niet nog even lekker naar buiten gaan? Wat ben je aan het doen? Haarklipje. Ik denk je gaat snoepjes pakken. Snoepjes? Nee. Waarom heb je dat mooie outfitje aan trouwens? Die bril. Nee, gewoon het hele outfitje. Omdat we een workout gaan opnemen. Buiten. Ja, jij gaat mij helpen toch? Ja, ik ga je helpen. Ik ga je helpen filmen. En die bril deed ik op om hem niet te vergeten. Want Milan was hem hier vergeten. Dus ik dacht dan, doe ik hem op en dan vergeten we hem niet. Ja, en als het goed is, is Milan nu aan het livestreamen. Die zit in potje Fortnite. Woep woep! Niet een nieuw seizoen geloof ik, of wel. Of in ieder geval, je kan niet meer bouwen in Fortnite. What? Best wel nice. Ik ga zelf ook wel even spelen en uploaden op Enzo Knol 2. Wordt weer een beetje actief, zo langzaam de hand. Oké, even sleutels pakken. En dan gaan we er vandoor. Hey ho, let's go. De zon is zo ongelooflijk fel. En ik keek ze net even in de spiegel en toen zag ik dat ik wel aardig even wat wallen had hier zo onder mijn ogen. Omdat ik gewoon echt heel weinig heb geslapen afgelopen nacht. De kinderen waren gisteren en vandaag bij ons. Niet de hele dag, maar wel een beetje moe. Dus Maiwen die gaat hier eventjes bezig met KP Active en met de workout video. En dan ga ik eigenlijk het tegenovergestelde doen voor sportief. Ik heb hier deze prachtige lichtstoel neergelegd. En hier ga ik lekker even chillen. Even lekker relaxen. En we zijn de sleutel van het huis van Milan vergeten. En Milan die zit midden in de livestream, dus die willen we eigenlijk niet storen. Dus we zijn hier nu gewoon even bezig. En we laten Milan ook wel lekker gewoon zijn ding doen. Anders had ik even nog binnen kunnen komen en alles. Maar maakt niet uit. Doe jij lekker je ding? Hoor dit dan, hè? Die vogeltjes. Onze tuin is gewoon daar, hè? Dan hoor je dat ook. Dus dan gaan we dit ook gewoon hebben. Heerlijk. 1 hour later. Oh. Hey. Hey, schatje. Hey. Je ligt bijna in de schaduw. Ja, het is ook echt koud nu in één keer. Echt? Ja, serieus. Wow. Zon en schaduw is een groot verschil. Dus het is niet alleen dat ik jou naast me hoorde, maar ik wil eigenlijk ook vragen of ik ben klaar was. Echt? Wow. Ja, ik ben klaar. Echt? Ik heb 3 workouts opgenomen. Oh, netjes hoor. Nou, ik heb 3 kwartier geslapen. Ja. Bijna een uur denk ik. Oh, lekker hoor. Echt heel fijn. Deze stoel moeten we ook hebben. Ja, zo'n hangstoel. Hè? Ik heb nog nooit in zo'n lekkere stoel gelegen. En hij gaat gewoon heel zachtjes heen en weer. En hij blijft er ook mee doorgaan. En lekker hè? Echt ongelooflijk. Wat een leven zo. Heerlijk. Kijk hoe goed Milan het voor elkaar heeft als je zo kijkt. Ja, ik ben echt trots op Milan. Ja, echt mooi. Ziek hoor. Nou, ik moet zeggen, toen ik net met mijn video begon, was alles nog zon. En toen ging ik zo doorspoelen in de video. En toen zag je echt die schaduw zo in beeld komen. Ja, je ziet hem bewegen. Ja. Maar dat maakt niet uit. Ja, nee, is alleen maar mooi. Oké. Okay. Nou, top. Nou, super. Oh, kom je er nog uit? Ja, ik kom er wel uit hoor. Oh, oké, gelukkig. Leek net een oude man die niet meer uit de stoel kwam. Ik geef het je bedoel. Even een keer een andere plek dan de bank om te eten. Wij eten eigenlijk nooit aan tafel, hè? Gewoon nooit. Altijd wel eigenlijk bij de bank voor de tv. Alleen als er mensen zijn. Ja, als er mensen over de vloer komen wel, dan eten we aan tafel. Alsof we dat altijd doen. En nu eten we hier bij mijn bureau. Ik zat op de computer en Maya die kwam in één keer binnenlopen met eten. En pff, wat voor eten ook, hè. Ongelooflijk. Ze heeft lekkere noedels gemaakt. En hier dan wat kroephoeksaus met kroephoek. Ze hebben even een YouTube-video aan het kijken samen. Deel even een groot glas limonade. Heerlijk. Echt. Dit is zo ongelooflijk lekker. Dat is niet normaal. Daar ben ik echt heel blij mee. Dat je altijd zo lekker eten maakt. Tuurlijk. Dankjewel daarvoor. Alsjeblieft. Bonjour. Ça va? Ça va bien et toi? Ik heb vanavond gegamed met Fransen. En toen vroeg ik iets van tous y vont la forêt of zo. Oui.
in het bos. Ja. Ik dacht, wat is nou leuk wat ik aan die Fransen kan vragen tijdens het gamen? Dus toen typte ik in op Google Translate, wonen jullie in het bos? En toen, ja... Ja, allebei heel moe. Maar ze reageerden heel grappig. Ze zeiden, waarom zou je in het bos wonen? Ja, weet ik veel. En toen... Myburn. Ik zat midden in een gesprek. Myburn. Kap. Ik heb iets in mijn oog. Een kussen? Nee, mijn vinger. Oké, dames en heren. We gaan in ieder geval slapen. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Hier, check trouwens je schaduw. Ja, van de camera. Mooi, hè? Het ziet er echt vet uit. Ja, dat is echt leuk. No! Nee, dat is mijn wijsvinger. Kijk. Oké, slaap lekker, dames en heren. Heel erg bedankt voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Ik zou zeggen, vergeet er niet even het duimpje omhoog te doen. Het is ondertussen 3:00 in de nacht. Ook al moet ik wel zeggen, het is eigenlijk 2:00, want de klok is 1:00 vooruitgezet. Is het. Ja, zomertijd. Ik dacht net al, wow, het is al bijna 3:30. Ja. Wow, het is... Eigenlijk 2:30 is alsnog ook laat. Veel te laat, maar goed. Hoe kan dat nou weer? Ik snap er niks van. Bedankt voor het kijken. Tot morgen. Niet kietelen. Niet kietelen, stiekem. Nee, ik vind het gewoon lekker daar. Zo'n lekker plekje. Ja, je maar vindt altijd zo lekker bij mijn oksel. Ja, ik vind het niet fijn, want ik kietel. Oké, bedankt voor het kijken. Vergeet het niet. Niet te horen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd. Dikke, vette, peace!